Historische motorendag in het Westlands Museum. Ploegen, oude freesmachines en waterpompen. Het was zondag een ouderwetse motorendag in en rond het Westlands Museum. De bezoekers konden zich vergapen aan diverse oude motoren die veelal stationair draaiden. Wat ook zorgde voor veel lawaai en kabaal. De eigenaren deden hun best om boven het geluid van de machines uit te komen en zodoende de werking van de machines toe te lichten. Maar buiten het geplof en het gekraak was de voorliefde voor de apparaten van de gezichten af te lezen. De organisatie meldde dat zo'n 200 bezoekers de historische motordag bezochten.